We zijn nu in de vriesruimte. Vriesruimte bij arbeiderskwekerij van Noordenburg. Welkom. Wij rooien deze planten in december op en die gaan nu de vriescel in bij min 2. Alles wat hier staat is bevroren. Halen wij ze eruit, ontdooien we, hebben we 8 weken laten aardbeien. Dat gaat snel. Maar zo kun je dus het hele jaar door aardbeien plannen. En dan altijd verse aardbeien voor de bakkerijen, voor de winkels, wat dan ook. Oh, ik heb me al wel altijd afgevraagd, hoe kan dat nou? In Spanje kan ik me dat wel voorstellen, maar in Nederland leek mij niet dat dat kon. Maar omdat wij ze dus een kunstmatige winter geven in de vrieshal, kan dat dus wel. Kijk, de kisten hebben hier allemaal labels, nummers, wat er allemaal op zit en in zit. Wij zijn geen productiebedrijf, maar een proefbedrijf die nieuwe aardbeirassen maken. Aha. Dus als de consument over 10 jaar een aardbei wil hebben met het kroontje hoog op de vrucht, dat het makkelijker is om te ontkronen, proberen wij dat te maken en hebben over 10 jaar een nieuwe aardbei. En jullie mengen dan? Wij kruisen zelf en dan worden er dus nieuwe aardbeirassen gemaakt. Ja. En hoeveel rassen zijn er? Ik denk dat er nu ongeveer gangbare rassen met een naam ongeveer 2000 in de wereld. Maar wij beginnen elk jaar met 30.000 potentiële nieuwe rassen. Dat is wel heel moeilijk om er de goede uit te halen. Ja. Of is die er niet? Nee, van die 30.000 mag er eentje overblijven. Per jaar. Maximaal. Maar iedere 8 weken zijn ze weer? Ja, maar de aardbeerplant die wij planten, deze, die wordt in de grond geplant gehad. Die wordt beoordeeld goed, slecht. Slecht is wegwezen. Goed is mee in het volgend jaar. En hoe zien jullie dat? Gewoon beoordelen op vrucht. Van een zaadje van de aardbeerplant tot aan een naam in de winkel. Dat duurt 10 jaar. En dat 10 jaar onderzoek, dat doen wij hier. Dus het beoordelen van de vruchten, het beoordelen van de ziektegevoeligheid, het beoordelen van de kwetsbaarheid van de vruchten. En jullie staan in contact met Wij werken voor een bedrijf dat heet Fresh Forward. Ja. En die is weer een samenwerkingsverband met de Wageningen Universiteit. En daar wordt onderzocht? Daar wordt er onderzocht, ja. En ziektes en dergelijke? Ziektes en dergelijke, maar dat kunnen we dadelijk in de kas kunnen we dat uitleggen en dan kunnen we dat zien wat we daar doen. Oké. De plantensauna. Hier gaan ze in als ze uit de vriezer komen. Als ze uit de vriezer komen, geven wij ze hier een temperatuursbehandeling van 37 graden. Dat is eigenlijk de menselijke temperatuur. We koelen hem af naar 27, vandaar dat ik die luiken open heb gemaakt. Je moet een half uur afkoelen, dan worden de enzymen in de plant aangemaakt. Dan warmen we ze weer op naar 42 graden. En met 42 graden koorts bij de mens. Krijg je het moeilijk. Ja. Dus het organisme wat erin zit, spint, luis, mijten, is allemaal dood. Dus we starten 100% zuiver in de teelt, dat we geen gewasbescherming nodig hebben om die planten gezond te houden. Dus je hoeft niet te spuiten en te minder strooien? Minder te spuiten. Ja. Dus dat blijft wel? Het zal altijd blijven, maar wij zijn hier al zover dat we dus met 1 of 2 bespuitingen per jaar de hele teelt kunnen doen. Dus wat we vroeger op 18, 19 deden, zit nu op 2. Oh, en wat spuiten jullie dan? Nog een keer voor luis en een verspint. Oh ja. Bodemziektes proberen we te voorkomen door de selectie buiten. Nou, temperatuursbehandeling voor de tripsen en de mijten. Biologische bestrijding in de kas. Zodat we eigenlijk zo min mogelijk gewasbescherming toe hoeven passen. Want over 10, 15 jaar wil de consument het niet meer hebben. Nee, dat zit er. Hè? Daar wordt ook steeds verder naartoe gewerkt. Dat is ook veel beter, denk ik. Waarschijnlijk wel. Ja. Ik zag daar nog eerst een veld oranje kleurig. Dat is ook niet helemaal natuurzuiver, om zo te zeggen. Nee, dat is al, omdat we in augustus moeten gaan planten daar, is dat oranje veld is nu al doodgespoten. Dat we dus het bodemorganisme wat erin zit geen eten geven. Want die eten aan groene planten, aan de worteltjes. En zolang als we, die houden we nu braak tot augustus, dat het ongedierte in de grond veilig zo min mogelijk voedselen. Moet in augustus terugkomen. Wat wij de aardbeienplanten in poten als ze uit de vriescel komen, is een kokosvezel. Dat is dus eigenlijk een oneindige grondstof. We gebruiken geen veen, maar dit is afval van de schil van de kokosnoten. En dat wordt vermalen en hier groeien de aardbeienplanten in. Dus wij gebruiken geen veensoorten van witveen uit Letland of Litouwen of waar dan ook van. Dus het is allemaal de duurzaamheid van de teelt.
proberen zoveel mogelijk door te drukken. Ja, en die kokosnoten moeten wel geïmporteerd worden. Maar dit is afval van de kokosnoot. Dat is afval van de kokosnoot. Ja. En dan gaan we die aardbeienplanten, die planten we hier in de grond. Deze worden vandaag dus geplant. We zitten vandaag op 8 april. Dus 8 mei, 8 juni aardbeien. Van deze? Van deze plantjes is 8 juni vruchten. Ja. En dan, dit wordt hier allemaal beoordeeld. Allemaal de verder gevorderde selecties. Dus de rassen die vorig jaar doorgingen, die staan hier nu op de stellingen. Hm. En dan gaan wij kijken, zijn ze geschikt voor een tunnelteelt, voor een stellingteelt, voor een folieteelt, voor een kastteelt, volle grondsteelte. Want niet elk ras is geschikt. Nee. Voor elk type productie. Ja, vroeger was een aardbei een aardbei. Maar dat is niet meer. Nee. Dat is absoluut niet meer. Kijk, wat we hier dus hebben is velk. Die planten die worden opgetrokken in een perskluitje. Ze hebben gewoon een label welk ras dat het is. Dus het is nog puur een rasnaam. Onder nummer. Mm-hmm. Het heeft nog geen naam. Nee. Dit plantje, wij weten toevallig al dat deze niet wordt. Omdat wij voor in het traject zitten. Maar waarom wordt hij dan wel gepoot? Omdat ze toch nog de goede eigenschappen uit deze plant mogelijk willen verder kruisen in de nieuwe selecties voor volgend jaar. Voor over 2 jaar, voor over 5 jaar. Oh zo. De smaak van deze is verschrikkelijk goed. Alleen de kwetsbaarheid van de vrucht is te groot. Dus we proberen de smaak van deze over te krijgen in een houdbaardere vrucht. Ja, dus deze is kwetsbaar voor ziektes, plukken, voor het plukken, voor het plukken. Voor plukken, oh, dan wordt het plukbeschadiging. Ja, ja. Ja. Te teer eigenlijk. Ja, te teer. Ja, ja. Ja. En zo wordt het helemaal volgezet. Deze planten zijn dus voor 14 dagen teruggeplant. Elk geel bordje is een ander ras. Elk geel bordje kan ook een ander type voeding geven. Dus het is puur onderzoek. Waar is die voor geschikt? Dikke planten, dunne planten. Opkweek van verschillend materiaal. En in welk land waarschijnlijk? Allemaal van Noord-Europa. Allemaal van Noord-Europa? Noord-Europa. Waar wij verwerken, het bedrijf Fresh Forward. Het een afdeling in België, een afdeling in Spanje, een afdeling in Australië, een afdeling in China. Maar als de goede plant gevonden is, ja, dan gaat hij de hele wereld rond? Dan gaat hij de hele wereld rond en dan gaat hij naar de plantvermeerderaars in Nederland. En die maken er de planten van en dan ontvangen dat bedrijf weer geld terug. Ze hebben dus patentrecht op het plantje. Dat is hun verdienmodel. Ja, ja. Dat is nog een heel ingewikkeld iets, denk ik. Ja. Het is 10 jaar investeren. Ja. En van die 10 jaar, als we dan 2 goede rassen hebben, is het veel. Dus je gaat voor 2, maar meestal is het er 1. Meestal is het er 1. Ja. De verbetering moet echt een duidelijke verbetering zijn. Ja, ja. Je kunt wel zeggen van ja, hij geeft 100 gram meer. Mm-hmm. Maar dat is geen verbetering. Nee. Wat smaak, de mensen willen ook smaak hebben. Hè? Zuid-Europa wil graag een donkerrode grote aardbei. Duitsland wil graag een middenmaat aardbei, oranje van kleur. Scandinavië wil een hele donkerrode aardbei. Is rijp, wordt geassocieerd met zoet. Consumenten kopen met de ogen. Vaak wel, ja. Het is een impulsaankoop. Als het er leuk uitziet. Nou, dan staan we hier buiten en dan staan ze in de volle grond, als ik het goed begrepen heb. Maar Het is nou hartstikke koud. Ja. Dan groeit het niet? Ze zijn al gegroeid, want het groene blad zit er al bovenop. Ja. En wat we hier dan doen, is dat we dus van elke selectie die we dus krijgen, planten we 4 stuks om de bodemziektes te testen. Hier staan 18 rijen, 4 plantjes, maal 7 of 8, zijn een x-aantal 100 rassen. En die worden getest op bodemziektes. We hebben ook nog een veld op de andere kant en dat is aardbeiengrond waar nog nooit geen aardbeiengrond gestaan hebben. Ja. En dat is dus verse grond. Dus de bodemziektes zijn in die grond niet aanwezig. En dan gaan ze testen of dat de plant gevoelig is voor bodemziektes. Ja, want je kunt tenminste verschillende rassen, noem maar aardappelen, niet ieder jaar op dezelfde grond. Dat kan bij aardbeien wel. Nee, aardbeien zou in principe kan dat op dezelfde grond, mits dat hij dus gezond is. Ja. Dus wij testen hem hier, is hij gevoelig voor verticillium, voor Phytophthora, dan is het geen ras voor de toekomst. Nee, want dan zul je gewasbescherming nodig hebben om die plant gezond te houden. En dat is niet meer van deze tijd. Ja, en die plantjes die hebben dat in zich? Daar hebben ze in zich. Ja, daar hebben ze in zich. Ja, de verschillende rassen. De verschillende rassen. Daarom beginnen we ook met 30.000 rassen. En daar zitten altijd wel een stuk of 10 rassen tussen die tegen bodemziektes kunnen.
En daar gaan we dan proberen we mee verder te gaan. Voor smaak, voor pluk bite, voor kilogram opbrengst. Ja. Daarom valt er ook zoveel af. Daarom valt er ook zoveel af. Ja. Ja. En waarom staan deze nu in de kas? Vroege aardbeien brengen meestal meer geld op als de late aardbeien. Dus we proberen met zo min mogelijk energiekosten die aardbeien te telen. Dit is hetzelfde vorig jaar augustus geplant als het veld van hiernaast. Alleen dit is met folie en de warmte zijn ze dus nu al... Ja, de eerste bloemen zitten er al in. Dus dit is over 4 tot 5 weken hebben we hier de eerste aardbeien. Oh ja. Dus de verwarming is eigenlijk gewoon de zon. Hier is de verwarming gewoon de zon. Maar deze rassen moeten weer kunnen tegen een hogere luchtvochtigheid. Want het zit gesloten, het is hier best vochtig in. Ja. Maar als je binnenstapt, je voelt de warmte gelijk. Het is gewoon van de natuur en het is pas 's morgens. Ja, inderdaad. Het is maar een paar graadjes, maar het is toch verschil. Het is heel veel verschil. En daarom moet af en toe die deur ook open, dat het even doorwaait. Als het te warm wordt, gewoon de deuren open, los, de zijkant kan open. Maar ja, je ziet, dit is een ras wat geïntroduceerd is. Sterk op het blad, stevig. Verderop staat er eentje die is waarschijnlijk te klein, kan er niet tegen. De gele bordjes is iedere keer een nieuwe ras. Een nieuwe ras. Maar hier staan er dus al minder rassen als hier buiten. Dit is al, hier praten we al over jaar 5, 6 van selectie. Dus die hebben al 30.000, 40.000 broertjes en zusjes afzien vallen. Jee. Dat er zoveel over aardbeien te vertellen is. Hè? Stop. Ja. Nou, dan staan we in de kas. Nou zijn de aardbeien eigenlijk uitgegroeid, als ik het goed begrijp allemaal. Nou gaan ze alleen maar vruchten maken. En dan... Even slagen. Oh. Ja, wat we hier zien, is dat we dus met de vaders en de moeders zelf de kruisingen maken. En de aardbeienplanten die in zo'n wit kooitje staan, worden dus met de hand bestoven door ons. Met een kwastje. Met een kwastje? Met een kwastje moeten we die zelf bestuiven. Die worden dan in een kooitje geplaatst, dat er geen bijen bij kunnen komen met een vreemd stuifmeel. Want de pitjes die op de aardbeien groeien, zijn de nieuwe rassen. Oh. Dus elk pitje wat er op een vrucht zit... Mag ik eraan komen? Ja, dat mag je aankomen. Elk pitje wat op de vruchten zit, is in principe in een nieuwe aardbeienras. Die drogen we, die zaaien we uit en dan krijgen we nieuwe planten. Is het plant geschikt, dan gaan we verder met de ranken en die is een identieke kopie van de moederplant. Dit zijn 300 verschillende rassen. Ja. En dit is één en dezelfde. Eén en dezelfde. Dus wij vermeerderen en kruisen via het zaad. En de plantvermeerdering is via de ranken. Maar ze zeggen het bijen. Hommels. Oh, sorry. Ja. Hommels. Die vliegen hier rond in de kas. Ja, bij planten. Maar je zegt vreemde bijen, vreemd stuifmeel. Ja. Maar ze zitten hier toch in die kas? Gaan ze er ook uit of komen er vreemden binnen? Of? Het ras van hier start is een ander ras. Elk geel lintje is een andere vader, is een andere moeder, is een ander stuifmeel. En we willen natuurlijk wel van beginnen van weten van wie dat het een dochter is. Of een zoon. Oh. Dus we weten vanaf vader, moeder, zoon, dochter en zo verder. Dat willen we weten. Ja, en het is allemaal om de beste aardbeien te kweken. De beste aardbeien te kweken, ja. Makkelijk plukbaar. Oh ja, maar lekker eetbaar natuurlijk. Lekker eetbaar. Ja. Ja, u mag het zelf proberen. Heel klein. Pak hem er maar eens af. Het is eigenlijk heel makkelijk, vinden wij, om te plukken. Mag dat zo groot? Zo grote? Die mag je gewoon eraf plukken. Ja, wij plukken met één hand, maar goed, dat maakt niet zoveel. Eén hand? Knikken. Knikken. En naar beneden trekken. En naar beneden trekken. Oh. En dan opeten. En dan opeten. Hoef je hem niet te wassen van tevoren? Die is niet gespoten. Zo gauw als de vrucht, dan zit de spuit weer niet. Volgens mij heeft er een hoop suiker bij gedaan. Heerlijk. Ik moet je zo terugbellen, Rob. Lekker hoor. Dat is een goede vrucht. Goed plukbaar. Mooie zetting van de vruchten. Dus ze zitten eigenlijk... Geen misvormde vruchten zitten erin. De hommels die erin vliegen, vliegen eerder als bijen. Dus die zijn 's morgens al eerder actief dat ze beter bestoven worden.
Een bij vliegt pas bij 8 graden, een hommel is gewoon 's morgens eerder actief. Wat een onderzoek moet dat allemaal geweest zijn om dat allemaal te weten. Ja. Dit is toch echt, oh, ik zit er met een bijna volle mond, zit ik daar eens even, heerlijk. Ja, en wij zeggen dan, deze is nog niet rijp, want de groene kant, dat moet ook nog, dan is de smaak nog beter. Ja. Maar omdat deze vanmorgen al geplukt zijn, deze hebben ze vanmorgen niet mogen plukken van ons. Dit stukje, of ja, ik ga nou daar naartoe, dat is minder zoet, minder smaakvol zoet, ja. Als de punt. Ja. Maar dat komt gewoon omdat hij nog niet goed rijp is. Dat is nog niet goed rijp. Deze is waarschijnlijk maandag goed. Maandag. Ja, we zitten nu op de vrijdag. Vrijdag. Dus ja. Je mag nu 3 dagen mag die gewoon aan de plant hangen. Ja, ja. En zo vroeg worden ze ook geplukt? Ja. Omdat u zegt... Nee, wij plukken alleen maar als ze rood zijn. Maar omdat er dus vanmorgen al geplukt is, is de rode al weg. Is de rode weg, en ja. Deze hebben ze vanmorgen laten hangen. Ja. Deze aardbeien zitten allemaal in een zakje. Die zijn dus bestoven met ons door de hand. Met een kwastje. Wij plukken deze vrucht nu binnenkort af. Dan werd al het zaad is in principe een nieuwe aardbei. Het zaad, dat zijn de pitjes die... De pitjes die op de vrucht zijn, is in principe een nieuw ras. Hm. Hier heb ik een andere vrucht. Die komt van een andere vader of andere moeder. Scheurt open. Is dus niet geschikt voor de kastteelt. Er zit een heel klein scheurtje zit erin. In de vrucht. Kroon is dat wel heel mooi hoog. Het kroontje. Maar wij vinden dit geen goede vrucht. Hij kleurt verkeerd. De punt blijft groen. Is niet geschikt voor verder te gaan. Ja, ik zie het. Nou vliegen de hommels en de bijen rond. De hommels en de bijen kunnen nu rond vliegen, ja. Omdat we het later op de dag is, doen de bijen ook mee. De temperatuur is goed. Vandaar dat ook de camera af en toe besleet. Ja. Of beslaat. Ja, we moeten gruwelijk poetsen in ieder geval. Nee, dit is een van... Hier staan geen bordjes meer bij dat er dus een vader en een moeder aan kruisingen plaatsvinden. Dit is een ras wat voor 7 jaar terug al ontdekt is. Is in een heel verder gevorderd stadium. Krijgt de naam Parlando. Dat wordt het nieuwe aardbeienras. Ja, maar nu, betekent dat ook iets, Parlando? Of is dat gewoon het maar... Het is een muzieknaam. Alle aardbeienrassen hebben muzieknamen, omdat die namen niet beschermd zijn. Aha. En als een naam beschermd is, mag je hem niet gebruiken. Nee. Dus we hebben een Jive, een Figaro, een Sonata. Allemaal muzieknamen. Ja, ja. En dat is dan vrij om te gebruiken. Mm-hmm. Dit is dus alles nog onder nummer 2117. Het toekomstige naam Parlando. Hier komen dus de telers van aardbeien komen hier nu kijken wat hun in de toekomst kunnen gaan zetten. En welke dat ze dus op de eigen kwekerij willen gaan planten. Dus wij zitten alle in jaar 8, 9 nu in een groter object om te tonen dat die dus goed is. Dus al die rassen, dat kan iedere teler bij wijze van spreken uitzoeken van die? Nee. Het selectiebedrijf bepaalt welk ras dat ze introduceren. Aha. Dus de Fresh Forward introduceert een nieuw ras, Parlando. En die kunnen die de telers dan... nu hier in praktijk omstandigheden zien. En dan kunnen ze zeggen, ik wil hem hebben, ik wil hem niet hebben. En dan komt hij van de plantenkweker af. En dan krijgt Fresh Forward zijn geld weer terug. 10 jaar investeren, 40 jaar patentrecht terug ontvangen. 40 jaar patentrecht terug ontvangen. Maar ja, die 10 jaar die je dus geïnvesteerd hebt, die moeten in die 40 jaar ook allemaal liefst nog een beetje meer teruggekomen zijn. Je moet ervan uitgaan dat wij met een aardbeienras ongeveer met 40 personen per jaar bezig zijn om een nieuwe te maken. Wat een werk. En dan staan we hier nu bij het eindproduct, als ik het zo zeggen mag. Dat mag maar, zeggen, ja. U zei van tevoren al, dit is eigenlijk afval. Voor ons is het in principe de vrucht afval, omdat wij geïnteresseerd zijn in de plant. Ja, ja. Maar omdat er dus de vruchten worden wel degelijk verkocht aan de marktkoopman, aan de bakker, aan de veilingen. Want het is gewoon een goed product, het is een schitterend product. En... Ja, het ziet er heel mooi uit. En wat doe je nou als er van die misvormde en zo zijn? Die worden of weggegooid. Of iemand wil de jam van maken, dan kunnen ze ze hier ook kopen voor die jam. Oh ja, en deze gaan echt voor de verkoop? Want deze gaan echt voor de verkoop. Ze zijn in principe allemaal mooi rood. Wij vinden ze lekker. Ja, wij ook. Ik hoop maar dat we het een hele vroege zomer krijgen. Dan hebben die koninkjes. Ja, de zomerkoninkjes. Ja, de echte zomerkoninkjes. Ja. Klaar.
Nou, dan wil ik ook wel een bakje aardbeien hebben natuurlijk. En dat kan hier uit de automaat. Het is eigenlijk heel makkelijk. Op het knopje drukken dat je wilt starten. Je bakje uitzoeken. Die. En dan moet je je pas er tegenhouden. Oh, daar was het eventjes wachten. Kijk. Heerlijk. Kom je, we gaan een beschuitje smeren. Zo gauw het product klaar is voor de consument, stoppen wij ze in de aardbeienautomaat. En dan is iedereen welkom in Stevensbeek of in Wanrooi. En waar staat hij in Wanrooi? In Wanrooi staat hij op de Molenstraat 44B. Vanaf de grote weg zichtbaar. Ik denk dat veel mensen dat wel kunnen vinden.